Het parlement treft voorbereidingen om de oliefonds die is gedaan door Apache Corporation middels wetten beter te beheren. Dat zegt DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. De regering heeft vandaag een spoedpersconferentie belegd waarin ze inging op de plannen met betrekking tot de oliefonds. Een van de belangrijke wetten die reeds is aangenomen en goed van pas komt is de wet Spaar- en Stabiliteitsfonds, zegt Geerling-Simons. Ze benadrukt dat de wet is bedoeld om de extra inkomsten uit de mijnbouwsector op een verantwoordelijke manier te beheren. Wetstechnisch, we hebben twee belangrijke wetten aangenomen in verband met voorbereiding. Niet alleen op een oliefonds, maar in zijn algemeenheid hebben we ernaar gestreefd om een goede basis te leggen. Ook niet alleen voor de mijnbouw, maar ook voor de stabilisatie van onze economie. Om niet weer te vervallen in hoera-stemmingen, veel olieinkomsten en misschien ooit 20, 30 jaar verder weer naar beneden te gaan. Wat zijn die wetten? De eerste wet, weet u, hebben we aangenomen, Spaar- en Stabilisatiefonds. Die, als er veel extra inkomsten komen uit de mijnbouwsector, een deel daarvan, dat moet gespaard worden voor komende generaties. Ik ben erg blij dat we dat al hebben als land, want een heleboel landen hebben dat niet. We hadden het ook niet vroeger. We hebben ook niet zo lang geleden hebben we ons aangesloten bij de Internationale Organisatie voor Transparantie in de Mijnbouw. En even hadden we een kleine achterstand in rapportage, die eerste rapportage, maar dat is allemaal ook netjes gedaan nu. Dus wat de wetgeving betreft op dit moment hebben we zeker de eerste voorbereidingen aangetroffen dat het land kan omgaan met een eventuele grote oliefonds en de daaraan verbonden grotere inkomsten. Net als iedereen is ook Geerling-Simons blij en trots. Ze blijft echter met beide benen op de grond staan en vindt dat de inkomsten wel doordacht gebruikt moeten worden. Slechts op die manier kan de Surinaamse economie daadwerkelijk gedifferentieerd worden. U kent me. Ik ben blij, maar ik kijk direct ook vooruit. Hoe moet je het allemaal regelen? Hoe moet je het sparen? Hoe moet je het gedoseerd investeren in andere dingen? Want nog steeds is het mijnbouw. En ik ben heel blij. Maar waarom ben ik blij? Als je zegt, Suriname zal niet meer hetzelfde zijn. Als er een grote oliefonds is, betekent dat inderdaad veel inkomsten. En als je dat goed investeert, dan krijg je dat je de rest van je economie een zo grote boost kan geven die je niet zou kunnen geven. Behalve misschien met veel leningen, waar niemand van houdt. Maar als de inkomsten er komen, dan kan je economie op een solide basis zetten. En daarom ben ik blij. Dus ik denk dat wanneer dit inderdaad gestalte krijgt, dat je voor Suriname een behoorlijke solide basis kan maken voor de toekomst. En in dat opzicht zeg ik ja, dan zullen we niet hetzelfde zijn. Maar we moeten het hoofd wel koel houden. U heeft de president ook gehoord. De president heeft ook gezegd, rustig, zijn blij, het hoofd koel en het is een nationale zaak. Als DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag op de spoedpersconferentie naar aanleiding van de oliefonds door Apache Corporation en Total SA.